Ja, nee, jullie verwachten natuurlijk het muziekje. En er komt ook wel een muziekje. Alleen, er is een muziekje waarin Dido zit. Want Dido valt in voor Suzanne. Alleen, dat muziekje... Nou, ik heb werkelijk overal zocht. Het enige muziekje wat ik kon vinden was met Suzanne en Fleur. Dus wat we kunnen doen, Dido, is dat jij... Oh, wat gebeurt er allemaal? Hoi. Wat is dit nou? Dames? Nee, dank je. Wat gebeurt er? Oh, ik zag een ontzettend lief hondje. Een hondje? Oh, een puppy. Nee. Gewoon een hondje. Ja. Een lief hondje. Dames en heren, een lief hondje. Maar, Dido... Ja. Even bij de les, hè. Als jij dan gewoon bij Suzanne of heel hard roept... Dido! En dan goeiemorgen. Of je houdt gewoon je mond. Wat zullen we gaan doen? Ik ga wel schreeuwen. Daar heb ik wel zin in. Ah, mooi. Gewoon door Suzanne heen. Ja, dan gewoon keihard door Suzanne heen schreeuwen. En dan alsnog een heel zoet gevoiced goedemorgen. Zodat het draaitje toch nog enigszins klopt. En we toch ook nog weten met wie we van doen hebben. Tijdens het dagelijkse traditionele krantenmeisjesoverzicht voor de maandag. Suzanne! Dido! Goeiemorgen! Ja, ook die wow. Heel goed. Goedemorgen, dames. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voor alle duidelijkheid, Suzanne is nog steeds met vakantie, maar Dido, jij valt voor haar in. En ik begrijp dat het ook niet meer lang duurt voordat Fleur tijdelijk weg is, toch? Ik ben tijdelijk weg geweest, maar toen was jij er niet. Ach, kijk. Oh, dus wij hoeven elkaar niet te missen de komende tijd. Jij hoeft me niet. Ik ga me niet weer alleen laten. Oh, dat is fijn. Dus gewoon de rest van de invalperiode 2 krantenmeisjes. En daar word ik blij van. Dido, zal ik met jou beginnen dan? Ja, dat is goed. Nou, kom maar door. Wat heb je? Spelende kinderen vinden granaat. 2 Bredaanse jongens van 12 jaar hebben zaterdagavond een granaat gevonden in het slip van Mark. Dat klinkt heel erg smerig. Wie is Mark en waarom had hij een slip aan? En wat deed hij granaat in die slip? Maar ik neem aan dat het een water was. Ja, ik denk het ook. Dus. En, ja, maar alles is goed gegaan daar? Ja. Oké, okay, fijn. Verder nog ontwikkelingen? Ja, even kijken hoor. OM... kan weer mailen. Het Openbare Ministerie die kan sinds zondag weer mailen. Want er was iets afgesloten uit voorzorg of zo. En daardoor konden ze niet meer mailen en nu mogen ze weer mailen. Nou, mijn maandag begint echt met een gevoel van opluchting. Het is heel interessant vandaag. Zo, ja, maar ik heb net ook eventjes snel de kant doorgespeeld. Het is echt komkommerst dan komkommer. Het is echt drama. Ik ben heel benieuwd of jij nog iets eruit hebt willen halen, Fleur. Ja, een paar dingen. Een kuifje vervolger, dat is een Congolese student die in België studeert. En die heeft 2 advocaten aangenomen om een verbod op kuifje in Congo af te dwingen. Huh? Want hij vindt dat het een denigrerend beeld van Afrika geeft. En 2 jaar geleden heeft hij het ook al geprobeerd, maar toen is het mislukt en geef het gewoon op. Ja, maar kom op, dat is een strip uit 19, ik meen in de jaren 30. En toen keken we gewoon heel anders daar naartoe. Ik kan je zeggen, want dat weet ik dan weer als nerd die ik ben. Maar ik heb thuis echt stapels oude Donald Ducks. En er staat er eentje in 1953. Die is echt zo fantastisch, maar dat was toen heel gewoon. Er staat een foto in van een lezer. En die was in Afrika, want zijn vader deed iets in de missie of zo, weet ik veel. En dan staat die lezer, dat jochie van toen, staat afgebeeld naast een Afrikaan. En wat staat er dan bij in de brievenbus? Hier zie je Henry, naast hem een kaffertje.
Dat was gewoon... Ja, en nu denk je van... Oh, dat meen je niet. Maar ja, dat was toen, weet je wel. En we keken toen ook... We hebben ook jarenlang Indianen afgeschilderd als... mij niet gewoon kunnen praten. Ja. In België waren er tot 1980 ook geen immigranten, hè? Dus ik kan het ook niet kwalijk nemen. Daarom. Bart Peters was vorige week vrijdag de gast bij Extra Weekend. En die vertelde ook dat ze in België pas onlangs erachter zijn dat lul een scheldwoord is. Ja, nee, echt waar. Daar hebben echt tot een paar jaar geleden mensen gewoon lachend Jean de Lul geheten. En weer een stripvoorbeeld. Hoe heet de pop van Wiske? De pop van Wiske? Och. Ja, hoe heet het leren? Schanulleke. Maar ja, hoe heette Schanulleke tot voor heel kort nog, als je in de oude boeken kijkt, ze heette Schalulleke. Ik zweer het je, omdat de Belgen gewoon niet wisten dat wij wat dat in Nederlands dan weer was. En je hebt ook van die Amerikanen en die verkrachten dan het woord lol tot lul. En af en toe heb je een iemand op een forum uit Nederland en die wijst dan dat lul in feite het mannelijk geslachtsdeel is in het Nederlands. En dat vinden ze dan zo hilarisch. Ja, mooi is het. Ja. Maar goed, een poging om Kuifje in de Congo te verbieden. Ik vind het een redelijk kansloos verhaal, maar leef je uit, zou ik zeggen, hoor. Oh ja, daar begonnen we mee. Ja, het was eventjes een... daar staan volgens mij ook Afrikanen afgebeeld met een bot door hun neus, weet je wel. Echt zo'n typisch, in zo'n strooien rokje rondom, dansend om een grote pot waar een blanke in zit op een vuurtje. Maar ja, dat was toen. En we gaan nu ook niet verbieden hoe in de Gouden Eeuw andere dingen werden afgebeeld. Klaar. We dwalen af. Dido, heb jij er nog eentje? Even kijken hoor. Fatale klauterpartij. Een 42-jarige man uit Nijmegen die zichzelf op buiten gesloten is van 6 hoog naar beneden gevallen. Oeh. Hij had geprobeerd via een ander balkon naar zijn eigen balkon te klimmen en hij is... naar beneden gestort. Oh, shit. Is dat alleen maar goed in de film, hè? Ja, inderdaad. Hoe is het afgelopen? Ja, hij is dood. Oh, nou dan gaan we er ook niet om lachen. Maar dat is wel heftig zeggen. Nee. Want ik denk, ja. ik heb ook één keer wel eens gehad dat ik mezelf het buiten gesloten. Dat ik denk, als ik nou gewoon via de regenpijp omhoog klim naar het balkonnetje voor, dan komt het wel goed. Maar uiteindelijk kan ik nog buiten gesloten, maar ben gewoon bij een vriendin gaan zitten. Ik heb niet geprobeerd naar boven te klimmen of zo. Nee, en dat misschien ook wel slim ook. Ik had toen de mazzel dat er gewoon net iemand thuis kwam. Ah, prima, ik kan er binnen. Maar dit is dan eventjes een gevalletje minder. Lullig. Ja, behoorlijk lullig. Nullig. Fleur, heb jij er nog eentje? Historisch nieuws. Heb je een klassiek muziekje? Een klassiek muziekje, want we hebben historisch nieuws. Ik ben een heel klein ogenblikje. Pak hem even bij. Moet even zoeken hoor, ik was hier niet op voorbereid. Even kijken, historisch... Nee, ik ben er helemaal klaar voor. Historisch muziekje en go! Nou, gisteren, ja, zeer historisch, onlangs ontdekte pianostukken van Mozart gespeeld. Nee! En de muziek in Prelude en het eerste deel van het concert in G werden gespeeld op Mozarts eigen piano in het huis waar hij woonde tussen 1773 en 1780. Dit is trouwens letterlijk voorgelezen uit de krant. En vandaag al langer in het archief van de International Mozarteum Stichting. Oh, dat klopt niet helemaal volgens mij, maar goed. En, maar ze zijn pas sinds kort als origineel werk van Mozart aangemerkt. Nou, hij heeft ze gecomponeerd toen hij 7 of 8 jaar oud was. Ik ben er blij mee hoor. Hey. Zo. Dido, ben jij nog een grappig om het af te leren? Een leuk nieuwtje. Een lachetje. Stoppen met roken op onbewoond eiland. Een 56-jarige man gaat een maand naar een onbewoond eiland om van zijn rookverslaving af te komen. Dat zouden we allemaal moeten doen. Naar het onbewoonde eiland om van een rookverslaving af te komen. Hij heeft alles al geprobeerd, maar het lukt allemaal niet. Dus hij gaat met 120 boeken, een iPod, gitaar en een whisky naar een onbewoond eiland. Nu wordt hij alcoholist. Ja, inderdaad. Eén fles ook. En dan gaat een maand op raad. Gaat hij ook nog eten? Of wil hij ook gelijk voorkomen dat hij afvalt? Ja, want dat is natuurlijk de kwaal als je stopt met roken, is dat je heel veel gaat snaaien. En als je geen eten meeneemt, dan is dat ook gelijk zo opgelost. Prima, niks meer aan doen. Op een onderwoon. Eiland. Fleur, heb jij nog een mooie om het af te leren?
Ja, een lachetje. Weet je waar ik woon? In je huis? Nee, ik heb geen flauw idee, schat. Ik woon in Zeeland. Oh. Dus aangezien zoveel verschrikkelijke komkommernieuwtjes in de krant staan, doe ik maar eens wat echt nieuws uit mijn provincie. Nou, kom eens door. Goed, een 20-jarige man uit Hulst is zaterdagmiddag rond 3:15 aangehouden in de Gentsestraat in Hulst. Want hij heeft een winkelmedewerkster betast. Een vrouw in de winkel zou ook het slachtoffer van zijn wellust zijn geworden. De man is ingesloten. Wauw, en alleen in Zeeland, mensen. Alleen in Zeeland. Maar het is wel waar, hè? Want jullie hebben ook waarschijnlijk echt met moeite er bij elkaar kunnen schapen. Het is echt komkommers a go-go. Ja, we hebben ook nog een motorrijder van 17 jaar. Oh, dat mag volgens mij ook niet. Nou ja, die schrok heel erg in IJsendijk, hè? Want hij had een bij in zijn helm. Echt, het staat nog net niet op de voorpagina. Hè? Het is echt heel... Ik stel voor dat we vandaag officieel uitroepen tot komkommerdag. Ja, dus... die op de voorpagina stond, trouwens. Nee. Nee. Nou, oké, ik schrok al. Nee, laten we gewoon bij deze eventjes voorstellen dat...